jaar herdenken, dat heeft wel degelijk waarde. Tegenwoordig spreekt men van burgerschapswaarden. En het is misschien een vreemd woord, maar het geeft aan dat wij ons allemaal moeten inzetten. In de wijk, in de buurt, in verenigingen, in de politiek, waar dan ook, om die basiswaarden van respect, solidariteit en verantwoordelijkheid over te brengen. Wat interessant is voor mij vandaag is dat Morgenstel een klein dorp is. En als je voorbij rijdt op de snelweg, denk je niet dat er iets hier is gebeurd. En toen Nout Smits mij vroeg om hier iets te komen zeggen, begon ik te lezen over wat hier is gebeurd en wat er te vinden is. En mijn interesse ging eigenlijk in de richting van de soldaten die in Morgenstel waren, leden van de 15e Highland Scottish Division. En dat waren mannen die toen ze hier in oktober waren al heel veel ervaring hadden gehad in het uitbreken van Normandië en over de rivier Seine en door België helemaal in deze richting. Dus die waren best wel ervaren veteranen. Ik wil de nadruk leggen aan dat woord vriendschap. Want door wat in Nederland is gebeurd, 1945, zijn de Britten en de Nederlanders heel sterk vrienden geworden. En vandaag de Britse regering waardeert onze vriendschap enorm. Je kunt zien inderdaad Afghanistan en al de gebeurtenissen, zelfs nu met onze benadering voor de ebola-crisis, zitten wij grotendeels op één lijn met onze Nederlandse vrienden. Afgelopen weken hebben de kinderen van de basisschool De Vonder in groep 7 een gastles gehad. En daarin is heel veel naar voren gekomen over hoe kinderen denken over vrede en vrijheid. Moeders die hun kind zoeken, vaders die hun tranen verbijten, mensen die vloeken en elkaar van alles verwijten. Het was een vreselijke tijd en toch hadden de Duitsers nog geen spijt. Adolf Hitler dacht, hier komt een einde aan. Ik zal niet meer lang aan de macht staan. Blijven we herdenken en verhalen en mooie verhalen schenken. Toen was de oorlog voorbij en zijn we blij. Dank jullie wel. Pak de foto eens. Weten jullie wie erop staat? Hoe heet hij nou? Ja, hoe heet hij nou, hè? Barber, ja. Dat was een generaal. Wij gaan straks naar het monument van Barber toe. En die foto die hebben jullie, die hadden vorig jaar jullie klasgenootjes van groep 8. En die hebben vorig jaar de adoptie verzorgd. En nou is het aan jullie. Als ik zo hier rondkijk, vanaf deze plek heb je dan een mooi panorama. Zie ik heel veel mensen die vanochtend meewerken om deze herdenking in Moergestel goed te laten verlopen. Om dat waardig te doen met prachtige muziek uiteraard. En wie je ziet, er is een enorm organiserend vermogen. En ook vanmorgen dus weer hier in Moergestel. En ik wil eens een keer in aanwezigheid van het voltallig gemeentebestuur, de stichting heb ik net begrepen en niet zozeer de werkgroep, maar de stichting die dit allemaal oppakt hier
onder de bezielende leiding van Nout Smits en Jan Geerts wil ik uitdrukkelijk eens een keer bedanken op dit moment van 70 jaar voor die geweldige manier waarop ieder jaar hier deze herdenking vorm krijgt. Alle waardering voor dat samen organiseren. Maar dus ook samen vieren en daarom zijn we hier. Ik dank u voor de aandacht en wij zullen heel graag die twee schotten die hier voorop liepen bij de bevrijding van Moergestel gedenken met de onthulling van hun beide stenen. Wij hadden al één tegel, er was een algemene bevrijdingstegel en nu hebben we er twee tegels naast gelegd van die twee luitenanten. Komt u straks na afloop rustig eens kijken. Dank u wel. De kransen die we nu gaan leggen geven ons de gelegenheid om even stil te staan bij onze vrijheid en onze dank aan onze bevrijders. Mag ik aan de burgemeester vragen, het college, om namens onze gemeenschap de krans te leggen. Dan nodig ik nu de Britse consul, meester John Cameron Webb uit, om de krans te leggen. Wij nodigen u allen uit voor de kop koffie of voor de kinderen fris in Den Boogaard. En het is niet zo heel lang meer voordat om 2:30 het bevrijdingsconcert begint, waarvoor u allemaal van harte wordt uitgenodigd.